огнем свечи чистота. Небо чистота света, чистота Бога. В души к нам войди, чистота. Небо чистота света. In de winter is het is hier koud, maar het is heel aangenaam. De sneeuw ligt ongeveer een meter twintig. Ik ben hier zeven jaar geleden voor de eerste keer naartoe gekomen. Ondertussen woon ik hier met mijn vrouw, Nonne. Het vierde jaar ondertussen. En mijn vrouw is uit Moldavië, mijn vrouw is ook niet plaatselijk. Dus zij is ook naar hier gekomen in principe om hier op deze manier te leven. Het is niet zomaar dat ik hier ben terechtgekomen, denk ik. Ik dacht dat dikwijls een soort van wonder dat ik hier ben terechtgekomen. In iets misschien wel onvergelijkbaars met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ik stond op een gegeven moment voor de keuze in mijn leven. Ik had de kans om mijn leven te wijden aan zaken die mij meer leken op waarheid bijvoorbeeld, of meer op hogere waarden. Of ik had de kans om verder te leven in een leven waar ik eigenlijk niet in geloof. Niet in geloof, dat wil zeggen, ik bedoel, een leven dat mij gewoon meer zinloos was. Wat we nu proberen te doen is eigenlijk de basis te leggen voor een nieuwe samenleving. Een samenleving die meer gebaseerd is op geestelijke waarden. Dus eigenlijk om hier met de mensen samen te leven en een beetje te tonen van hoe dat we eigenlijk in principe leren met elkaar om te gaan. Mensen moeten met elkaar leven alsof dat ze allemaal huisgenoten met elkaar zijn. Dus familiebanden. En met liefde om met al mijn verwanten omgaan, met al de mensen rondom mij. En de mensen die in principe bereid zijn om heel hun leven mee te delen aan iedereen, die verenigen zich in die simia. Dat is eigenlijk een groep van mensen die al het geld en al de tijd dat ze hebben, in principe, aan die gemeenschappelijke groep besteden. Hoe meer mensen dat er aan één doel werken, hoe sneller dat er iets kan groeien natuurlijk. Zuid-Krasnojarsk, dus de regio hier, is een heel arme regio. Er zijn heel veel bedrijven ook die wankel lopen of heel slecht draaien. En ineens komen er hier duizenden mensen wonen die niet drinken, die hard werken en die iets aan de cultuur willen doen. Voor Krasnojarsk is dat super. Geloof is een heel fijn soort van energie die je kunt sturen. Wanneer je gelooft in iets, geef je daar ook energie aan, geef je daar ook kracht aan. Thank you.
achter ons staat, is een beetje de beschermer van de kerk en van het domein hier rond voor 3 dagen. Die, dat is eigenlijk een soort van bezinning die hij doet. Die 3 dagen houdt hij zich bezig met niet al te materiële dingen. Dat is een goed ding om even tot rust te komen. Ik heb dat een paar keer gedaan en dat is wel de moeite. Wij geloven dus dat gedachten materie zijn en het doel dus wat Visseron stelt is om zo snel mogelijk in staat te zijn om niet slecht te denken over iemand, om niet slecht te denken over eender wat er op deze aarde gebeurt, of eender waar gebeurt in heel de kosmos. Dus al die grove negatieve gedachten proberen om te zetten in goede dingen. Dus geloven enkel in het goede, ook al is dat niet de waarheid. Wij zeggen nu dus ook ons eten, omdat we geloven dat wanneer dat je met je gedachten eten zegent, kruipt in principe de boodschap die je hebt van binnen je innere wereld, kruipt een beetje, die fijne golf, die kruipen een beetje. Dus je vraagt eigenlijk zegening van, de grote, van die grote kracht van God, vraagt je eigenlijk dat die in dat eten komt. Dus door je gedachten verandert die structuur ook een beetje van het eten. We hebben er dus allemaal een beetje voor gekozen om vegetarisch te leven. Elke cel, in principe, heeft informatie van het dier zelf. Wanneer dat dier zelf bijvoorbeeld doodsangsten aanstaat, zit die informatie ook in dat eten en eet je een beetje ook die agressie van de mens die erop afkomt, eet je die mee op. Dus je neemt eigenlijk een beetje mee agressie in jezelf en je zei wat je eet en elk celletje dat bijvoorbeeld in je vinger zit, correspondeert ook met celletje dat in je hersenen zit en heel je lichaam neemt in principe heel die informatie aan en dus ook een beetje die doodscode en die angsten mee naar binnen. Dat zijn oude Russische tekenfilms. En die tekenfilms die zijn in principe heel speciaal. Die zijn bijna altijd zonder geweld. Die hebben altijd een heel goede moraal, een heel goede boodschap. De Sovjetfilms die zijn ook allemaal heel sterk gecensureerd. Vrij van geweld, van al te veel overdreven seks en toestanden. Alles een beetje schoongehouden. De wereld moet ergens een beetje fijner worden. Ik heb het gevoel dat evolutie duwt een beetje op de mens. En de mens kan enkel verder wanneer hij niet enkel die materiële weg verder gaat volgen, zoals hij die al lang probeert te volgen. En ze zitten een beetje op een doodspoor. Die evolutie kan enkel nu verder, gewoon wanneer we geestelijk en veel fijner een beetje proberen te gaan. En dat kan enkel gebeuren, denk ik, wanneer dat je een goede groep mensen vindt die kinderen kan baren die met die fout, die telkens generatie na generatie minder en minder van die foute programma's hebben. Die dus meer en meer in staat zijn om niet slecht te denken over iemand, die meer en meer in staat zijn om enkel met goede dingen bezig te zijn. Komt er dus eigenlijk een beetje op neer dat wij een onderscheid maken tussen wat in principe in essentie een man is en wat in principe in essentie een vrouw is. We proberen die alle twee zo zuiver mogelijk te krijgen. Dus een man moet een man zijn en een vrouw moet een vrouw zijn. We maken dus eigenlijk een beetje het onderscheid dat een man geest is en een vrouw natuur. De man zoekt eigenlijk God en een vrouw zoekt eigenlijk een man. In principe, wanneer die man geest is, is de weg naar God. Dus de man is die weg naar God. Is er in principe maar één weg mogelijk naar die man naar God. En een vrouw is eigenlijk een hulp voor die man om die weg naar God, te maken. Wanneer die man dus enkel weg is naar God en die vrouw enkel een dienen van die weg, is het mogelijk voor een man om bijvoorbeeld twee vrouwen te hebben.
спрашиваю, что ты бы думала, если у меня бы появилась вторая жена? Я думаю, она бы появилась не у тебя, а у нас. То есть это должна быть моя подруга, конечно. En wanneer je, когда ты поняла, что есть дружба между твоей женщиной, тебе не сложно было понимать, что интимные контакты есть тоже с этой второй женой? Ну, конечно, если она подруга. Mm-hmm. Я также ее люблю, и я думаю, нет проблем с этим. Но это надо убирать ревность и соперничество, что я лучше. Она тоже хорошая. То есть это всегда должно быть, что если есть чувство, что я лучше, сложно быть друзьями. Der moet dus eerst en vooral moet het gevoel van jaloezie verdwijnen en van rivaliteit ook. Bijvoorbeeld, ik ben beter of ik kan dat beter of ik kan dat beter. Dat soort zaken. Al die oude programma's weg in een soort van uw eigen een beetje brainwashen. Dus echt alles proberen weg te krijgen. Niet gemakkelijk. Лозы, значит, у нас такая задача, 1,5 гектара лозы нужно прополоть. Значит, тоже я списки вывешу, не менее так посмотрела, значит, время тоже вывешу. А Дельчит Вергис мне донес такую информацию, что на 3 часа, но еда будет, так сказать, вот там организована, или чай, или что там такое, так что... Dinsdag en vrijdag is hier vergadering. De bedoeling is dat iedereen erop afkomt om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er precies gaande is bij mensen, welke problemen, welke behoeftes en toestanden. Dat is altijd wel interessant. Die sfeer op die vergaderingen is goed. We zijn nu op weg naar de berg. Dat is een goede 50, 60 kilometer van hier. De weg is een beetje zwaarder dan gewoon. Omdat er ook niet veel transport niet meer is, daar wonen enkel nog een beetje mensen van ons gemeenschap. We zijn nu in een van de halteposten op weg naar de berg. En tot hier is het in principe nog mogelijk om met een eventueel aangepast transport toe te komen. Verder is het enkel ofwel met de fiets, misschien nog eventueel, ofwel te voet enkel mogelijk om verder te gaan. Jana, спрашивать тебя, а ты бы хотел жить на горе? Или ты бы лучше думал о жизни в Петропавловске? Я когда-то хотел жить на горе. На горе более совершенное уже учение работает.
принципе, так можно сказать, что человек может и не быть готов для этого. Для горы? Конечно. Там и ответственность больше, там, то есть больше надо меняться, больше соответствовать тому месту, именно горе соответствовать. То есть больше требования к самому себе должны быть. И, то есть это ближе, к мое понимание, это надо быть как святой там, чтобы жить. То есть там больше и... То есть все создано для того, чтобы искоренять из себя вот, ну, негативные какие-то стороны. Minder je concentreren op het negatieve en meer het positieve naar jezelf halen. En ook, ja, gewoon op een serieuzere manier met je medemens omgaan. Uiteindelijk zonder drank, zonder sigaretten, zonder een of ander vluchtweg. Wanneer dat in een moeilijke situatie bijvoorbeeld terechtkomt, is dat is niet altijd even simpel. Ik voel dat die mensen in hun manier van leven en omgang met de realiteit gewoon veel bescheidener en dat die gewoon veel beter zijn daarin. En het zou een beetje zelfs misschien pijnlijk zijn om er mij aan te passen. Dat zou wel een lange periode vragen, denk ik. We zijn hier zo net aangekomen aan de Stad van de Zon. Voor de meeste mensen is dat hier bekend als de Stad van de Zon. Niet enkel omdat die stad hier is gebouwd in een centraal punt met daar rond 14 zonnestralen. Maar misschien ook om het feit dat de zon ook teken is van warmte geven, liefde geven. De allerdichtste verwijzing ook naar wat wij precies verstaan onder God. God is als een zon en schijnt een beetje zijn liefde over ons. En de bedoeling is om zoveel mogelijk van die straal te pakken te krijgen. Daarboven. De kerk in het huis van Visserion. Dat rood dak is het huis van Visserion. Dat groen de kerk. Сейчас учитель Виссарион, это второе пришествие Христа. Мы ему пытаемся уже здесь, в городе, исполнить те истины, тот завет, который он принес. Потому что в мире это исполнить сложно, потому что там и экологическая среда не позволяет. И нужно действительно место экологически чистое. И чтобы были единомышленники, которые, ну, каждый из них пытается максимально исполнить и то, что принес учитель. Elke dag begint tussen
met een samenkomst rond dat punt. Er wordt gezwegen, er wordt niet gebabbeld op de, in die kring rond dat monument. Er wordt enkel gedacht aan een gebed daar in het centrum. Dus elke dag begint eigenlijk, iedereen verzamelt zich hier om een uur of 7, 8. En van hieruit begint de werkdag eigenlijk voor iedereen. Тихунова Юлия, Валерна Аминовская, здесь скажет, да? Так, Плотников Женя здесь, да? Так, Покатилов здесь. Три собрания сегодня, предполагаю. My name is Adrian Castro. I come from Cuba. And my wife is Anna. She come from Ukraine, and we have two boys, David and Luciano. We are living now in Siberia, in the community of Visarion. It's a Christian ecological community. This is a little town in the middle of the taiga. The center of the of our community is here, because we have a teacher here. These are reproductions of the teacher's pictures. His wife Linda. His wife Sonia. Here live 40 families with childs, and in the same time we are family people, and we are like monks, you can say. We have different bells ringing on the day. It's 7 o'clock in the morning, 8 o'clock, 11, 2 o'clock, 5 and 8 in the evening. And we pray under the bells ringing. Thank you.
семьи здесь, как бы, они ухаживают за огородом. Их функция – это огород, выращивание. И, наверное, все. Eigenlijk wordt deze plek vertaald als het dal het Varendal. Hier zul je waarschijnlijk heel vaars. Of het dal van de Sleani. Sleani is dus die versmelting in gedachten. Ik bedoel, in een soort van een versmelting van geest die we hier proberen. Want mensen stappen dus helemaal tot daarboven. Er is een soort van altaar, daar doen ze een liturgie. En dan op een terugweg komen ze hier, zit Viseron hier en maken ze die... zetten de mensen zich hier neer en dan wanneer dat er na die versmelting dus eigenlijk in principe zit dat eruit als Visser ons sluit zijn ogen, concentreert zich op ons en wij concentreren zich op hem, proberen één te zijn. En na die, versmelting dus zogezegd, zijn er, als er nog vragen zijn aan de mensen, thema's die, thema's, mensen die met vragen zijn, die dingen die op hun leven liggen. Die worden dan hier gevraagd en Visseron geeft hier een antwoord op, voor zover dat mogelijk is. Kiki Ashusheni, dat is meestal Kikimta Ashusheni, wat het Tosliani. Или что случается в человеке, или как учитель это делает, или... Ну, я только могу индивидуально про себя сказать, я же не знаю ощущения всех. Каждый что-то испытывает индивидуально. Я, например, ничего не испытываю. Просто смотрю на учителя, пытаясь запомнить его, где-то в трудную минуту можно вспомнить его облик. Это мое ощущение. Vandaar ook die foto's een beetje in huis. Dat je in moeilijke momenten aan iets goed denkt. Dus aan Visseron. Het gebouw symboliseert het altaar van de aarde. Dat is een plek die Visseron zelf heeft uitgekozen hier. De toekomstige basis voor de toekomstige kerk van de mens die geestelijk ontwikkelt. Семья учителя и учитель сам, Виссарион, в этом доме. Сейчас он на выходе. Я даже не знаю, куда он поехал. Просто вышел из города. Но еще вопросы нужны. Спросили, кто такой Виссарион? Ну, Виссарион для меня он является учителем, который пришел, чтобы не только рассказать, но и показать, что человек может... исполнять заповеди Бога. Ну, наверное, так.